Nou, het is een chronische obstructieve longaandoening. En het is een slopende ziekte die 4 fases kent, waarbij fase 4 de ergste en de laatste fase is. Helaas kan je niet van deze vreselijke ziekte genezen. Zelf ken ik iemand met COPD niet in mijn buurt, maar ik heb wel veel contact met patiënten gehad. Helaas, het is waar, aan COPD, de slopende ziekte, kan je overlijden. Meestal kan een patiënt in de eerste 2 fases van de ziekte zich nog goed redden met behulp van de juiste voeding en beweging. Zodra de 3e fase is aangebroken, heeft de patiënt meestal specialistische hulp nodig en kan de patiënt niet volledig meer voor zichzelf zorgen. Vooral extreme moeheid, benauwdheid en spierzwakte beperken de patiënt in zijn welzijn. De juiste deskundige zorg kan dan helpen om het welbevinden van de patiënt te optimaliseren. Wel vaak wordt de schuld van de COPD bij de patiënt zelf neergelegd, omdat gedacht wordt dat roken de enige oorzaak is. De onstelbare schade aan de luchtwegen kan naast roken helaas ook ontstaan door bijvoorbeeld luchtvervuiling, schadelijke stoffen zoals verfdampen, meeroken of een erfelijke ziekte. Ik hoop echt dat er meer awareness komt over deze slopende ziekte. Zodat men gaat beseffen dat roken, maar ook meeroken, naast kanker ook een vreselijke aandoening is. Nog een reden om niet te starten en te stoppen met roken. Daarnaast ook het besef dat het niet altijd iemands eigen schuld is. Niet alleen roken is de oorzaak. Verder hoop ik dat men zal beseffen dat als iemand in de COPD-fase komt waarin hij, zij niet meer thuis kan blijven wonen, deze persoon echt specialistische hulp en ondersteuning nodig heeft, die nu helaas niet kan worden geboden in een regulier verpleeghuis.